zie helemaal niks. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Fijn dat jullie kijken naar een nieuwe video. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Giselle. Ik ben Dina. En wij zijn van Curls. Wij hebben vandaag een dag Avifauna gewonnen. Ik zie een kip. Hele rare kip. Kom, en ik durf dichterbij. Dat is Ik noem die witte daar zo. Witte noem ik Bolly. Sneeuwwitje. Wacht, grappig, hè? Ja. Jongen, met zo'n grote poten. Dit is vet. Zo. Ik dacht dat ze veel kleiner waren. Ik ben de opperbeer hier. Broccoli, tomaten. Oh, had ik dat niet op tafel neer moeten zetten? Nee, makkelijk, hè? Ja. En wat ontbreekt er eigenlijk? Mooi dit. Bananen. Ja, bananen inderdaad. Zouden ze dat überhaupt ook krijgen? Knoflook. Ja. Nou, zou ik wat vertellen? Onze apen krijgen bijna geen fruit. Weet je waarom dat is? Fruit kan je vergelijken met snoep. Als we ze heel veel fruit zouden geven, zouden we binnen de kortste keer een hele grote dikke apen. Dus vandaar dat ze heel veel groenten te eten krijgen. Nou, en een deel daarvan staat daar. Goed, wat hebben we erin zitten? Pak eens wat spullen eruit. Ik pak mijn favoriete. Wortel. Wat we gaan doen is, twee van jullie kunnen hierop jullie groenten rijgen. En dan mag je eens kijken of dat kan. En je mag het ook in kleinere stukken doen en in grotere stukken doen. We zijn nu het eten van de apen aan het maken. Kijk hoe mooi mijn prachtige eetpakken liep. Met broccoli, wortel, sla en kip. Ik heb gewoon alles wat bak. Wat is het verschil tussen de man en de vrouw, denk je, bij de zaak? Het gezicht. Ja, zou dit dan de man of de vrouw zijn? Man. Want? Hij heeft een wit gezicht. De rode titi. Dat is geen hoeha. Dat is een body. Mooi. Ah, ze is gek. Ik had er een body. Heel leuk. Heel erg leuk. De mijne zijn ze wel gaan krabbelen. Nee, ik weet niet of ze het helemaal doen. Grote vogel. Hij is heel mooi. Ja. Ik weet niet of je het zo goed ziet. Oh, jammer. Ja. Maar ik kan iets leuks. Ik vond het super leuk. Ik vond het leukste de apen eten geven. En naar ze te kijken hoe ze van mijn lekkere eten en jij Rino? Ik vond het ook heel erg leuk, maar ik denk dat we nog niet klaar zijn. Dit is hem. Dit is Balt. En Balt is onze Amerikaanse zeearend. En dat noemen wij de gieren van de oude wereld.
de segieren die echt in het oude gedeelte van de wereld leven. En zij zoeken hun voedsel voornamelijk door middel van hun zicht. Ze gaan vaak boven de savannes vliegen op zoek naar prooien. Maar nu heb je ook gieren van de nieuwe wereld. Zij komen vooral in Amerika, dus de gieren van de nieuwe wereld. Hij heeft hem heel mooi open, zie ik. En het knappe is, hier komen kuikens en muizen uit de eieren. Knap, hè? Kijk. Tegen mij. Ja, dat voel je. En dan heb je hem vangen. Kom je even blijven kijken. Kijk, daar komt hij weer. Daar. Ik heb een goodiebag van Tabby's gekregen. Hij ziet er heel leuk uit met een lintje. Ik ga dus nu kijken wat erin zit. Een hoestimer voor 5 minuten. Een neptelefoontje. Een sticker. Een beker. Deze vind ik wel echt leuk. Want het is een sleutelhanger van een vogel. En ik weet niet precies wat voor vogel. Snoepjes. Een medaille. En nog een snoepje. Die zou ik ben je natuurlijk niet vergeten. Dus hier heb ik ook een zakje voor jou. En natuurlijk Tabby's, jij ook bedankt. Ik vond het vandaag een super leuke dag. En ik heb ook heel veel meer van dieren geleerd. Tot de volgende keer. Doei!